Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Notubis, het samenwerkingsplatform voor heldere bestuurlijke besluitvorming. Sebastiaan Nieuwland, burgemeester in het feest. Hey Ferry. Kijk eens aan. Hallo Sebastiaan. Welkom in het feest. Kijk, hier bij ons mooie rechthuis, het mooie plekje van ons dorp. Het oude gemeentehuis. Het oude gemeentehuis, ja zeker. 1684. Ja. Dat is heel lang geleden. Heel lang geleden. Ja. Het gemeentebestuur huisde hier. En hier beneden is een trouwzaaltje. Maar voor 20 man, dus niet groot. Uit Geest bestaat uit meer dan 13.000 inwoners. Sinds 2020 is Sebastiaan burgemeester. Kijk eens aan, wat een prachtige locatie dit. Ja, het is een hele mooie locatie in het dorp. Dit is ook waar men aan het druk aan het proberen is om ook weer een stukje historie waar ik enorm van hou, ook weer terug te krijgen hier in het dorp. Hier wil men heel graag een replica hebben van de houtzaagmolen. Ja. En waarom een houtzaagmolen? Dat komt omdat Cornelis Cornelisoon honderden jaren geleden de houtzaagmolen heeft uitgevonden. En door de uitvinding kon er in die tijd ineens een heleboel gebeuren. Er wordt wel gefluisterd dat de Gouden Eeuw toch wel ingewikkeld was geweest als er geen houtzaagmolen was geweest. Het Geest is dus echt ook gewoon voor toeristen interessant. Ontzettend interessant. Het is niet zo dat we daar onze hoofdmoot in willen neerzetten. Want Uit Geest wil ook heel graag Uit Geest blijven. Dus als je het te groot neer gaat zetten, dan wordt Uit Geest overlopen. En dat willen we niet met 13.500 inwoners. Dat is een ontzettend mooie ontwikkeling in ons dorp. Er staan een stuk of 30 campingtenten, er zijn een paar appartementen in dat complex. En een complex daar, een heel goed restaurant. Dat staat dan weer los van de eigenaar van de glampingtenten en de appartementen. Maar ben je dan af en toe ook wel eens op het water te vinden? Of, Nou, niet zo heel vaak. Ja, zou trouwens zeggen, ja, heel vaak, nee. Nee, ja. Niet zo heel vaak. Ik ben hier één keer met de politieboot op geweest, wat een hele leuke ervaring was met onze twee wijkagenten. Waarom heb jij voor het burgemeesterschap gekozen? Nou, ik wilde heel graag het verschil maken en proberen mensen aan elkaar te verbinden. In plaats van dat je tegenover elkaar staat. Maar dat is wel mijn motivatie om burgemeester te zijn. Want de politiek wil een heleboel, inwoners willen een heleboel. Moet zorgen ervoor dat iedereen gehoord wordt, maar niet alleen gehoord, maar ook dat je daar serieus mee omgaat. En dat je ook soms kijkt naar wat is nou niet soms, wat je ook gewoon goed rekenschap houdt van het feit dat er een serieuze minderheid is waar je wel naar moet luisteren en het gevoel moet geven dat je serieus met hun verhaal omgaat. Het is niet, lang niet altijd even makkelijk. De jachthaven. Ja, zeker. De jachthaven van Uit Geest. We hebben er overigens nog één. Ja. En waarom juist deze jachthaven? Omdat ik het ook wel even heel leuk vind om te vertellen en te laten zien dat we hier ook nog mogelijkheid hebben tot recreëren. Er zijn hier verschillende huisjes te huren. Het park de Meerparel. Waar dus ook mogelijkheid is tot recreëren en overnachten. En er zijn hier ook gewoon prachtige faciliteiten bij voor de mensen die hier ook hier hun bootje aanleggen. En de faciliteit om te douchen, naar het toilet te gaan. Er is een restaurant en hier verschillende gerelateerde de bedrijfjes die aan de haven zitten, dat verhuur van fietsen, verhuur van bootjes en al dat soort zaken. Ja, meestal ben je wel bezig met het skiën, toch? Ik vind skiën fantastisch. Ja, skiën is wel mijn grootste. Als je het hebt over sport, is dat mijn grootste hobby. En waar komt dat vandaan dan? Eigenlijk gewoon, ik had mijn leven niet geskiet. Mijn ouders hadden daar geen geld voor. Dus toen ik 21, 22 was, denk ik dat ik voor het eerst met een vriendengroep ging skiën. En dat skiën leidde dat ik soms drie keer per jaar in mijn begintijd, toen ik aan het werk was, soms wel drie keer per jaar op wintersport ging. Met een vriend van mij of een ander of met mijn broertje. En nu doen we dat nog regelmatig als met gezin ook. Skiën is helemaal weg. Echt helemaal nergens aan denken dat als je op de ski staat, dan is de wereld er niet. Hè? Dan is de wereld sneeuw. Kijk, het is prachtig weer en het zwembad is dicht. Is dicht. Ja, helaas. Ja, het is een zwembad wat wordt gerund door vrijwilligers sinds nu geloof ik een jaar of zeven. Ongelooflijk veel werken wordt door die mensen verricht. Maar die hebben natuurlijk gewoon echt een seizoen waarmee ze werken. Dus het eerste weekend van september, zeg ik uit mijn hoofd, gaat die dicht. En 27 april gaat hij altijd open. Dus altijd gewoon een vol voorjaar zomerseizoen draait hij. Het is ontzettend mooi dat we het hebben. Eigenlijk is het gewoon een groep uit Geesters die het zwembad daarmee gered heeft. Hè? Want er was een paar colleges geleden die door allerlei redenen dit niet meer kon bekostigen. Dus dat anders wilde. En misschien ook zelfs wel op het terrein iets anders
wilden. Mm-hmm. Nou, toen hebben de uitgevers gezegd, onder geen beding. En de club heeft de handen ineen geslagen, stichting gestart. En hebben het zwembad in beheer. Kijk. En ik zie dus een zwembad, maar ik zie daar ook een heel groot voetbalveld. Ja, en we hebben ook nog een hele grote sporthal. Dit is echt wel een beetje zeggen onze sportstrook, ons sportcomplex. Het is maar net hoe je het noemen wil. Ja. Ik vind het ook wel echt heel gaaf en heel uniek dat we het hebben. We hebben FC Uitgeest, dus een grote voetbalclub. Als ik het goed zeg uit mijn hoofd, de getallen heb ik ooit wel eens een keer gezien, maar volgens mij rond de 1200 leden. Dus daarmee ook gewoon echt een serieuze club. Eén keer per jaar is daar het internationale Korgoenenweg toernooi. Daar komen clubs ook van buiten, zelfs van buiten Europa. Die doen dan mee aan het is allemaal onder de 19. Maar die komen dan hier heen. Vorig jaar waren er ook 8 clubs. En dan ook AZ was hier onder de 19. En natuurlijk FC Uitgeest. Ja, dit is mijn werkplekje. Ja. Dit is in het oude deel van het gemeentehuis. Ja. En dit? Ja, dit is een heel lang verhaal kort. Dit is een orgeltje, een traporgeltje. Ja. Wat in het verleden gebruikt werd op straat, waar mensen dan bij konden zingen. Hij komt uit Amsterdam, van de Overtoom, daar van een kerk. En toen ik daar de boel aan het opruimen was, die kerk ging dicht. En ik woonde daar toen anti-kraak. En toen we de boel daar aan het opruimen waren, wisten we niet zo goed wat we met dit orgeltje naartoe moesten. En mijn opa leefde toen nog. En toen zei ik tegen mijn opa, kent u nog dat zwarte traporgeltje wat in Amsterdam Congres op de Overtoom zou moeten staan? Ja, dat zou er zo moeten uitzien. Dus hij wist het ongeveer nog. Dus het verhaal is dat mijn opa tussen de jaren 50 en de jaren 70 op dit ding gespeeld heeft in de buitenlucht. Maar het is met een blaassysteem, want nu heb je allemaal met batterijen. Geweldig. Het doet het. En misschien ook wel even leuk om te laten zien. Ik heb ook bewust een paar schilderijtjes opgehangen die ik zelf ook gewoon heel erg leuk vind. Dat is het politieke café van Heemstede. In mijn tijd als raadslid, en daarom kreeg ik hem ook toen ik afscheid nam van Heemstede. Maar ook als wethouder ging ik bijna elke vergadering daarna gingen we borrelen daarna. Dus dan zaten we daar nog alle beschouwingen te doen van de vergaderingen. Kijk, nou dan lopen we zo het gemeentehuis weer uit. Ja. Ik vond het leuk om met jou mee te gaan vandaag. Absoluut, ik vond het heel leuk dat jullie er waren, dat je daar was. En tot heel snel weer in dat mooie Uitgeest. Vast wel. Deze is voor jou. Dankjewel. Als bedankje. Leuk. Die kun je ik denk ergens ophangen, denk ik. De enige echte. De enige echte. Hij is heel mooi. Ja, leuk hoor, die ga ik neerzetten. Super. Die ga ik zeker op kantoor neerzetten. Dat vind ik echt heel erg leuk. Dankjewel. Top. Dankjewel. Top, leuk.